Vervalvergelijkingen komen heel regelmatig langs in de HVO-5-examen. Het is dan ook belangrijk dat je een vervalvergelijking kunt maken zonder dat je onnodige stomme fouten maakt. Je hebt maar twee dingen nodig bij het uitpuzzelen van een vraag over vervalvergelijkingen: en dat is de BINAS en dat is een plan van aanpak. We gaan eerst opzoeken wat het atoomnummer is van rubidium, en dat kun je doen in tabel 25 van BINAS of in tabel 99. Nu is rubidium is, uh, instabiel, dit zal vervallen onder uitzending van ioniserende straling. En stap 2 is dan ook dat we in Binas gaan opzoeken welke soort of welke soorten straling en vrijkomen bij het verval van rubidium 86. Nou, dit kun je in tabel 25 vinden van Binas. Dan gaan we de vervalafgelijking opstellen en er komt natuurlijk een, ook een dochterkern vrij. Die dochterkern die weten we nog niet en daarom noemen we de dochterkern nog eventjes X. Dan gaan we kijken... Naar de massa's links en rechts van de pijl van de vervolgvergelijking, want links en rechts moet er evenveel massa zijn. En hetzelfde moet ook gelden voor de lading, je kunt ook zeggen voor de atoomnummers links en rechts. Eh, er mag niks bij komen of er mag niks afgaan. Zo kun je dan de twee eh, getalletjes van de onbekende dochterkern eh, achterhalen, dus en de massa en het atoomnummer. En wat je dan tot slot doet is in BINAS-tabel 25 of 99. Opzoeken hoe dan die dochterkern heet als je het atoomnummer weet. Nou, we gaan het plan van aanpak eventjes toepassen. Het gaat over rubidium-86. En als je even uh, bilans opslaat, dan zie je dat rubidium-86 rubidium heeft als atoomnummer 37. Nou, dan gaan we het ook opschrijven volgens de standaardnotatie, waarbij we het atoomnummer linksonder naast rubidium zetten en het massagetal linksboven naast rubidium. Stap 2 is dat we gaan kijken wat voor soort ioniserende straling er afkomt van rubidium, en dat blijken er twee te zijn. Er komen beta-deeltjes bij vrij en gamma-deeltjes. Wat je moet weten uit je hoofd is dat een beta-deeltje een massa 0 heeft en een lading van min -1, en dat gamma-straling en geen massa en geen lading heeft. Dus ook bij beta- -min en gamma kunnen we dezelfde notatie gebruiken als bij rubidium 86. Belangrijk is dat je als er gammastraling staat in BINAS, als er gammastraling vrijkomt, dat je die ook als vervalproduct gaat noemen. Uiteindelijk maakt het niets uit op de dochterkern, want gammastraling heeft twee nulletjes, dus het zal geen invloed hebben in de dochterkern, maar je moet het wel noteren. Volgende stap is dat we de vervalvergelijking gaan opstellen. We beginnen natuurlijk met rubidium-86. Er komen twee soorten ioniserende straling vrij, dus die komen aan de andere kant van de streep. En we houden nog een dochterkern over, en die komt ook aan de andere kant van de streep. Volgende stap is dat we gaan achterhalen wat de massa is van die dochterkern en wat het atoomnummer is van die dochterkern. En dat doen we door beurtelings boven en onder de getalletjes voor en na de streep aan elkaar gelijk te stellen. Nou, ik zal het even laten zien. Dit zijn de getalletjes boven. Ik heb voor de streep heb ik 86. Dan moet ik na de streep in totaal ook 86 hebben. En hieruit volgt eigenlijk direct dat uh, het massgetal van, van de dochterkern dus 86 bedraagt. Nu gaan we kijken naar de getalletjes uh, onderin. Dat, die geven de lading aan van de deeltjes. Uh, en dus ook tevens het atoomnummer van uh, de atoomkernen. Uh, rubidium heeft uh, 37 plusjes in de kern. Een beta min deeltje heeft een min 1 lading. En uh, gammastraling heeft geen lading, dan moet onze onbekende isotoop dus 38 plus ladingjes in de kern hebben. Dus het atoomnummer van uh, de dochterkern bedraagt 38. Nou, dan moeten we nog één ding doen en dat is uh, opzoeken in binas uh, welk atoom er hoort bij atoomnummer 38. En dat blijkt strontium te zijn, Sr. Je moet natuurlijk het belangrijkste eigenlijk niet vergeten, want uh, er wordt gevraagd geef de vervalvergelijking. Dan moeten we hem nog wel even helemaal compleet opschrijven. En de vervalvergelijking die ziet er als volgt uit. We beginnen met rubidium 86 die vervalt onder uitzending van beta-minstraling en gammastraling en we houden over strontium 86. De tweede vraag van deze opgave gaat ook over rubidium 86. En de vraag is: toon aan dat na 78 dagen 94% van de oorspronkelijke aanwezige rubidium 86 vervallen is. Het is een toonaanvraag, dus we weten al uh, het antwoord. En we moeten dus gaan uh, laten zien dat die 94% overeenkomen met die 78 dagen. Maar er zit meteen een instinker in, in deze vraag. Want uh, als je gaat rekenen met uh, het verval van een stof. Dan ben je altijd bezig met de hoeveelheid die je overhoudt. En niet met de hoeveelheid die vervallen is. Dus willen we hiermee gaan rekenen, dan moeten we niet gaan rekenen met de 94%, maar met de 6% die je na 78 dagen nog overhoudt. Wat we dan gaan gebruiken is het gegeven dat na elke halveringstijd je hoeveelheid die je had weer gehalveerd is. En eh, de truc is eigenlijk altijd. Uh, om uh, het, het trapje te maken van 100%, 50%, 25%, etc., totdat je in de buurt zit van de waarde die je zoekt. En wij zoeken hier dus 6%. En als ik het trapje maak, dan zie je al meteen dat je 4 keer moet halveren om van 100% naar ongeveer 6% te komen. Dus uh, ik heb te maken met 4 halveringstijden. Na 4 halveringstijden. Hou ik 6% over en is dus 94% vervallen. Nu ga ik in BINAS opzoeken wat de halveringstijd, oftewel halfwaardetijd, is van Rubidium 86. En dat blijkt 19,5 dag te zijn. Dat kun je vinden in tabel 25. Schrijf het goed op op je examenpapier. Want dit is vaak al een punt waard als je dit opzoekt en netjes opschrijft. We hebben 4 halveringstijden nodig. 4 keer 19,5 is 78 dagen. En het klopt dus met de waarde die in de vraag gegeven staat.